Beste mensen, welkom in zaal 1. Dat had je al door. Maar voor wie tot de vaststelling komt dat hij de verkeerde zaal heeft genomen, zo'n 20 kilometer verder in Brugge heb je zaal 2 en 3 en 4. Maar daar draaien ze echt wel saaie films vandaag. Hier bij ons kan je genieten van een 14-tal muzieknummers uit bekende en onbekende films en musicals. Ambrosia stak van wal met een stevig nummer. Als laatste deeltje van dat nummer hoorde je He's a Pirate. Dat lied komt uit de eerste film van Pirates of the Caribbean. Maar hoe herken je nu een echte piraat? Iemand in de zaal die het weet? Nee? Door de schat die ze veroverd hebben. En die schat zit in een schatkist. En kijk, we hebben twee echte piraten in ons midden. Robbie en Mario. Misschien een klein beetje meer licht bij de mensen van Smile, wat ik vind dat ze er zo mooi uitzien. Ze hebben hun kleurrijke kleren aan. Maar, Hermine, ben jij jouw kleurrijke t-shirt vergeten? Maar je hebt wel een heel mooi t-shirt aan. Een t-shirt met een soort paardje op. En Hermine, weet jij welk soort paard dat is? Een unicorn. Dat is een mythisch paard. En de unicorn, die vinden we terug in de film The Last Unicorn. En hij gaat op zoek naar zijn soortgenoten. En daar ontmoet hij tal van vreemde wezens. Hermine, dank je wel om jouw t-shirt te tonen. Je mag terug gaan zitten. Weten jullie, beste mensen, dat de unicorn, dat symbool staat voor het goede. En in die film, The Last Unicorn, gaat die eenhoorn, dat diertje, de strijd aan. De strijd aangaan, dat vraagt durf en kracht. En dat magisch dier roept de mens op het beste uit zichzelf te halen. En het beste uit zichzelf halen, dat doen wij vandaag. Smile en Ambrosia. En als je dat doet, dan geeft dat een enorm goed gevoel. Het gevoel van ten volle te leven. En straks zal Smile zingen, I'm alive, I'm alive. Durf en kracht tonen, dat kan je ook in groep doen als je opkomt voor een goede zaak. Wanneer mensen een strijdlied zingen, dan hebben ze soms een vlag bij. En een vlag zou wel iets goed van pas kunnen komen bij het tweede lied. Do you hear the people sing? Alois, heb jij gezorgd voor de vlag? Ben hem toch niet vergeten? Ah, gelukkig. Goed, goed, goed. Durf en kracht tonen, beste mensen. Dat deden de studenten tijdens de revolutie van 1832 in Parijs. Jongeren kwamen in opstand tegen de verdrukking van de bevolking. En ze daagden de Nationale Garde uit om de overheid af te zetten. Dat lukte hen niet, maar ze hebben het wel geprobeerd. Ze kwamen op het plein en ze zongen. En ze volgden één iemand, begon één iemand te zingen en de rest volgde. Piel, wil jij dat vandaag voor ons doen? Ja. Wil jij starten en de rest zal wel volgen? Hoor je het zingen van het volk? Allemaal mensen die niet langer verdrukt willen zijn. Do you hear the people sing? Strijdlied uit Les Misérables, een musical uit 1982 en verfilmd in 2012 en heruitgebracht in 2023. Maar eerst, beste mensen, zingt Smile The Last Unicorn. MUZIEK
Wie van jullie mensen in de zaal zag de film Het 14e kippetje? Steek eens je hand op als je die film gezien hebt. Ah, ik dacht het al. Weinig tot geen mensen. Die romantische thriller uit 1998 kreeg in de bioscoop nagenoeg geen kijkers over de vloer. Maar de soundtrack van de film kende des te meer succes. Volumia zong die en kreeg daarmee een gouden single. Misschien zit er wel een gouden single in de schatkist. Gerlinde, heb jij zin om met mij op zoek te gaan naar die gouden single? Geen gouden singel, maar een schatkistje. Ah, een schatkistje in een schatkist. Interessant. Met een schatkaart. Gerlinde, ik wil een plaatje zoeken. Dank u wel. En op mijn schatkaart staat: niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind weer waaien zou. Niemand weet waarom de dood ons volgt. Niemand weet waarom er mensen slapen in de kou. Niemand weet waarom geluk nog wegwaait. Maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast. Bij jou zijn is alles wat ik wil. Hou me stevig vast. Alle tekst die Smile straks zal zingen als ze het lied Hou me vast brengen, past perfect bij wat Guido en zijn medegevangenen meemaken in het nazi-concentratiekamp. Om zijn zoontje te beschermen, maakt Guido van de opname in het kamp één groot spa. Ze spelen immers om de hoofdprijs te winnen. Een echte tank. Misschien zit er wel een tank in de kist. Geen tank, maar wel Italiaanse vlaggetjes. Jullie hadden al lang door dat ik het had over de film La Vita e Bella. Een film uitgebracht in 1997. Laat je ontroeren door Ambrosia met La Vita e Bella, gevolgd door Smile met Hou me vast. En in dat lied zingt Steven solo: ik vind dat sterk. Thank you.
omdat het daarom de dag weer nacht wordt. Niemand heet daarom de zon of schijnt. Niemand heet daarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand heet daarom er sterren vallen. Niemand weet daarom de dood ons volgt. Niemand weet daarom er mensen slapen in de kou. Maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast. Niemand heet daarom geluk soms wegwaait. Niemand weet waarom een bloem verwelkt. En niemand weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw. Maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast. Leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast, streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast, soms wordt het allemaal eventjes te veel. En bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Jessie, ik heb je hulp nodig. Gaan we samen in de kist kijken en een voorwerp uithalen? Een zonnetje. De zon, is dat niet de grootste schat die er is? Er zijn heel veel liedjes waar de zon bezongen wordt. Jessie, we gaan dat zonnetje een mooi plaatje geven. Ik wil jullie een bijzonder verhaal vertellen over de fifth dimension. Dat is een Amerikaanse groep uit de beginjaren 60. De zanger is Billy Davis Jr. Hij liet ooit zijn portefeuille liggen in een taxi in New York. De man die zijn portefeuille vond, was nu toevallig iemand die meewerkte aan een productie van de musical Hair. En die man gaf de portefeuille terug en nodigde de groep The Fifth Dimension uit om een voorstelling bij te wonen. Na die voorstelling was die groep zo, dus The Fifth Dimension, zo enthousiast dat ze hun eigen geschreven nummer Aquarius wilden uitbrengen. Maar er was een
omdat dat het beste was dat ze ooit hadden geschreven. Maar er was een probleempje. Ze hadden nog geen einde geschreven. Ze vonden precies geen einde aan dat nummer. En zo kwamen ze op het idee om een al bestaand nummer uit de musical Hair op het einde te zetten van Aquarius. En zo ontstond er een nieuw lied met de naam Aquarius Let the Sunshine In. Je zult horen, beste mensen, dat dat twee nummers zijn die totaal verschillend zijn in toon, soort en tempo, maar toch bij elkaar gezet lukt dat goed en passen ze goed bij elkaar. We brengen dat voor jullie. Thank you.
dieren en film een bijzonder goede combinatie. Ik hou van katachtigen, panters en leeuwen, sierlijke dieren, gevaarlijke ook. Even neuzen of verdiertjes in de kist te vinden zijn. Een roze panter. Tja, dat maakt me nu niet meteen bang. Yes. Ik heb me juist heel rood gemaakt. De Pink Panther. Er zijn 11 films gemaakt met de Franse inspecteur Jacques Clouseau in de hoofdrol. De Pink Panther is eigenlijk de naam van een roze diamant die in de eerste film wordt gestolen en af en toe weer ten tonele verschijnt. Wie de diamant van dichtbij bekijkt, ziet iets van een kleine roze springende panter. Vandaar de naam. Het figuurtje de Pink Panther krijgt later zijn eigen animatiereeks en Ambrosia brengt straks het themalied voor jullie. Er zit nog een diertje in de kist. Ik moest er een leeuw vinden. Maar de leeuw... Ah, Leen, jij bent een knuffelaar, hè? Zou jij misschien al de leeuw bij jou hebben? Ah, daar is hij. Wil je hem een keer tonen aan de mensen? Stam een keer uit. Terfje? Ja, het lukken. Ja, voilà, ze. Ja. Heeft ze maar een applausje, mensen. Voilà. Leen, wil jij de leeuw heel goed voor bijhouden? Ja. Ja, heel goed. Je mag gaan zitten, mee. Ja. Een leeuw, dat doet me denken aan The Lion King. Timon en Pumba, die zingen in die film een overbekend lied, The Lion Sleeps Tonight. Kent dat wel allemaal, hè? Wim away. Hey, ik ken dat allemaal, hè? En toen ik dat lied hoorde, dacht ik, dat is een raar woordje dat ze uitgevonden hebben. Maar dat is helemaal niet uitgevonden, dat zijn niet zomaar klanken bij elkaar gezet. Wim away, dat bestond al. Dat is eigenlijk een woord in een taal. In de Zulu-taal. En Wimewe betekent leeuw. Het lied dat wij het best kennen is gemaakt door de Tokens. Geschreven in 1961. Maar eigenlijk is dat lied van de Tokens een bijna exacte kopie van het originele lied dat door Solomon Linda is geschreven in 1931. En het lied onder de naam The Light Sleeps Tonight brengt heet eigenlijk oorspronkelijk Wimewei. Dus dat lied heet Wimewei. En dat lied was zo populair in Zuid-Afrika dat dat woord Wimewei werd gebruikt voor de beschrijving van Afrikaanse a cappella muziek. En a cappella, dat wil eigenlijk zeggen dat er geen muziekinstrumenten gebruikt worden om de zang te begeleiden. En in de film zijn het de oerwouddiertjes die de klanken, de begeleidingsklanken brengen. We hebben hier ook oerwouddiertjes, hoor. Dat zijn Veronique die accordeon speelt. Philip speelt piano. Dominique percussie. En Ivan saxofoon. En nu denken jullie natuurlijk, ze zullen hun stem gebruiken om de klanken voor te brengen. Helaas, ze hebben hun muziekinstrumenten bij en die gaan ze gebruiken. Zangers van Smile, zet jullie allerbeste beentje voor om goed te wimmeweien. Jullie sluiten het eerste deel van het concert af, maar eerst brengt Ambrosia de Pink Panther. Beste mensen, na het lied The Lion Sleeps Tonight is er pauze. Nog eventjes meegeven dat je een drankje kunt krijgen in zaal 1.
En mag ik vragen om, voor je naar de bar rent om een drankje te nemen, dat je eventjes blijft zitten en wacht tot de mensen van Smile het podium hebben verlaten. Dat zorgt voor minder gedrum aan de bar. Dat snap je wel. Mama, mama.
Maria moet hand schieten van zich. Arme zondags. Nu en in voor onze dood aanleggen. Ik kan zo moeilijk concentreren als ze nog zoveel lawaai is. Wees er op, Maria. Bovenaan gelaten. De Heer is met u. Zegen zijt u overal vrouwen. En zegen des vruchtbare aardes. Heila Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood aan. Als er mensen zijn in de zaal die dat ook kunnen, moet meedoen, hè. Moet niet helemaal meedoen. Wees er op, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Zegen zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood aan. Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt u boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood aan. Wees goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt u voor alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood aan. God zou makkelijker zijn, denk ik, als ik een beetje hulp heb. Heb ik hulp niet? Twee zusters, gelukkig, gelukkig. Nanneke Marie en Nanneke Eva. Wat ben ik content dat ik hier dan niet meer alleen voor sta. Nannekes moet veel bidden. Ze kunnen dat goed. Ik kan dat ook, maar ze kunnen dat ook goed. En ze kunnen ook goed zingen, nonnekes. Als ik een jong meisje was in het middelbaar, was er zuster Lu in onze school. Kent er iemand nog van jullie zuster Lu? Van een Sivi? Ja. Maar ze kon zo schoon zingen en gitaar spelen. Echt, hé. Mijn man weet dat eigenlijk niet, maar pas binnen het klooster gewoon niet de uur. Zo begeesterd. Weet je wie dat er ook zo schoon kan zingen en gitaar spelen? Wat kan je zeggen tegen de mensen niet? Jean-Paul Marie Dekkers. Ken je de Jean-Paul Dekkers? Zeursourier. Mensen, ken je er nog Zeursourier? En weet je de meeste kende song? Voilà, Dominique. Oh ja, dat je het al weet. En wel, we spreken eigenlijk over de jaren 63, 65. Sœur Sourier werd eigenlijk in Amerika de Singing Nun genoemd. Ze had een plaatje uitgebracht met allemaal van de liedjes dat ze maakte. En ze wilde dat plaatje meegeven met de mensen die op bezoek kwamen naar het klooster, kloostergemeenschap. Kijk, ik ben al uit. Buiten huis van de bed. Wel, achter het succes van Dominique stortte ze zich weer volledig op haar kloosterleven. Maar ja, het was niet meer dat. En ze trad uit. Ze dacht, ik ga mij nu storten, niet meer op dat kloosterleven, maar op het zangcarrière. Het was ook niet meer dat. En ze is nooit meer echt gelukkig geweest. Zoals Sourier. In de herfst van 2008 starten de opnames van de film Dominique. Ik zei het best van de film Sœur Sourier. Allee. Nu, is een film uitgebracht door Stijn Konings. En we hebben er twee schone nulletjes die Dominique gaan zingen. Als ze weer de Frans zet en de zaal op vier plaatsen straf doen. Thank you.
Eens kijken wat ik nog allemaal in de kist kan vinden. Wow. Een sterretje dat een masker draagt. Waar zou dat de bedoeling van zijn? Kennen jullie nog de avonturen van Zorro? Ja, wel, ik kijk daar graag naar, hoor. Wel, Zorro droeg zo'n masker. En Diego, die Zorro was, die werd door dat masker totaal onherkenbaar. Maar dan ook totaal onherkenbaar. Ik dacht altijd, zijn de mensen in dat dorp nu eigenlijk zo dom dat ze hem niet herkennen? Ik herken hem, van in mijn zetel. Maar goed, het waren andere tijden en we waren niet zoveel gewend. Nee, Ambrosia speelt straks geen stuk uit de reeks van Zorro. Ons muziekstuk gaat over een andere familie. Niet één superheld, maar een familie van 5 superhelden. The Incredibles. In 2006 brachten Disney en Pixar de langspeelanimatiefilm uit van deze toffe familie. En ieder lid van die familie bezit superkrachten. Maar bezitten wij niet allemaal superkrachten? Elk op onze eigen manier zijn we een beetje een superheld. En als we onze krachten bundelen, zoals we vandaag doen, Smile en Ambrosia samen, dan ontstaat er iets magisch. En dan worden we allemaal een beetje sterren. En dan wordt Torhout City of Stars. City of Stars is trouwens de titelsong van de musical La La Land. Het is een teder en een romantisch lied dat de essentie van verliefd worden en dromen najagen vastlegt. Hou je vast. Ambrosia zal proberen die tedere en romantische gevoelens naar boven te halen. En wie weet
wat er in de zaal wel ontstaat aan romantiek. Maar eerst wat meer geluid bij The Incredibles. Thank you.
iets uit de kist halen. Een spaghetti-doosje. Aha. Zoe komt mij vertellen dat we de spaghetti-song gaan zingen. Of spelen. Ah, nee. Oei. Want je hebt een doosje van Mamma Mia in de hand. He, weet je wel, waar je dan recht over tegenover de Sint-Pieterskerk, dan kan je lekker spaghetti eten. Dan is het de song van Queen. Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go. Zou dat zijn? Mia, mama, is dat zo? Nee. Nee, toch niet. Nee. Olemi, denk aan film en musical. Film en musical. Abba? Ah, Abba, inderdaad. Maar we gaan eerst dat doosje plaatsen. Wel, laten we het eens hebben over de musical van ABBA. Die is in Antwerpen 111 keer opgevoerd, beste mensen. 111 keer. En wij 2 concerten. Ja, daar valt over na te denken. Sportpaleisje boeken. Ja. Mamma Mia, het lied van ABBA, waarnaar de musical verwijst, is uitgekomen in 1975. Wordt vandaag met heel veel enthousiasme voor jullie gebracht door Smile en Ambrosia.
Annie, ik heb jou nodig. Kom eens tot bij mij. Een hart is al mooi, maar een gouden hart, dat veel mooier. Annie, we gaan het gouden hart een mooi plaatje geven. Een houten hart, a heart of gold. Neil Young schreef een liedje met die titel. Dat was in 1972. En wel, ik ga iets vertellen over Neil Young. Hij heeft een slechte gezondheid. Als kind had hij polio gehad en hij leed aan epilepsie. Later komen er ernstige rugklachten bij. Als gevolg van een rugoperatie mag de zanger niet langer dan 4 uur per dag rechtstaan. Hij kan dus zijn elektrische gitaar niet meer bespelen, want dat bespeel je al rechtstaand. Daarom schreef hij enkel nog songs waar hij een akoestische gitaar kan gebruiken. En een akoestische gitaar, lieve mensen, hier staat er eentje. Jullie dachten al, wat doet die gitaar daar? Maar het is om te tonen, dat is een akoestische gitaar. En die kan je zittend bespelen. Dus ja, Neil Young heeft zijn ander soort muziek moeten schrijven. Zijn genre een beetje moeten veranderen. Zijn liedje Heart of Gold is een meeslepend liefdesliedje waarin de zanger op zoek gaat naar iemand met een gouden hart. In 2006 kwam er een documentaire concertfilm uit onder dezelfde naam. Het toont eigenlijk de première van alle muzieknummers die op zijn muziekalbum Prairie Wind staan. Heart of Gold wordt straks door Ambrosia gebracht. Door Smile gebracht. We dachten al dat het ging moeten wisselen. Ah, dat was een trigger, hè? We sluiten ons concert helaas al af, maar met een heel mooi liefdesliedje. Ik gebruik 1 zinnetje uit de film en je weet waarover het gaat. Me, Tarzan, you, Jane. Tarzan. Ja, Tarzan is een van de meest bekende fictieve personen ter wereld. Heel veel boeken zijn er over hem geschreven. Heel veel films gemaakt. Veel te veel om op te noemen. We brengen voor jullie het hele mooie You'll Be In My Heart. Dat is mijn lievelingsliedje van dit concert. Disney heeft die animatiefilm uitgebracht. Hij zou dat eigenlijk bijna, die soundtrack zou je bijna een Phil Collins album kunnen noemen. Want hij zingt er zelf 5 nummers in. Phil Collins voor zijn Engelse muziek. En Paul Michiels zong de Nederlandstalige versie in. En Smile zingt vandaag voor jullie. Beste publiek, geniet van 2 hartverwarmende liederen. Thank you.
naar huis gaan. Vaarwel, goodbye. Ga maar naar huis, tot in de draai. Maar je mocht nog niet naar huis gaan. Want de show is wel gedaan, maar de bar is nog open. Dus drink er gerust nog eentje. Bjorn? Bjorn wil iets vragen aan Robin, denk ik. Robin, kom een keer een beetje dichter. Ja, ja, zeker. Ze, Smile wil ook met dat orkest meedoen. Amai, dat is sterk, hè. Hebben jullie nog tijd, Joke en Robin? En mensen in de zaal, hebben jullie nog tijd voor een nummer? Voilà, dan gaan we er nog de lap op geven.